Ajax tegen Volendam is de laatste wedstrijd van speelronde 18 in de Eredivisie. Edwin van der Sar aanwezig. Hoe blijft het vanuit zijn kant? Voorlopig nog stil dus. Maar stil en rustig is het zeker niet bij Ajax. 6 wedstrijden op rij niet gewonnen, waarvan de laatste 5 allemaal gelijk gespeeld. Waaronder dus de klassieker en ook nog de topwedstrijd tegen Twente. Zodoende begint Ajax als nummer 5 aan deze wedstrijd. Maar weet het dat Twente en PSV punten verspeelden. En dat Ajax bij een zege op Volendam kan stijgen naar plek 3. Volendam zelf staat 17e. Zag Emmen winnen. En Cambuur en Groningen tegen elkaar spelen. En zal willen stunten op basis van de onrust die er heerst bij de Amsterdammers. De opstelling van Ajax heeft een nieuwe rechtsback ten opzichte van de klassieker. Divine Rens is weer beschikbaar na zijn rode kaart en hersenschudding tegen Twente. Hij speelt in plaats van Sanchez Alvarez opnieuw centraal. Samen met Timber, Bessie op links. Middenveld is hetzelfde als tegen Feyenoord. En voorin Robby in plaats van Kudus. En Bergwijn in plaats van Conceição. En op doel wederom Roely. En Karel Eiting is de aanvoerder van Volendam. Voor hem bijzonder duel natuurlijk. Voor het eerst in de uitkleedkamer van de Johan Cruijff Arena. Speelde 9 jaar in de jeugd bij Ajax. Flint, Twicht en James komen in de ploeg. In een toch wel gewijzigde opstelling van Wim Jonk. Trainer die ook een verleden heeft bij Ajax natuurlijk. Onvrede. Luidkeels en ook met de witte zakdoekjes kenbaar gemaakt. Daardoor was opgeroepen door de fanatieke aanhang van Ajax, de FC. Dat in de 5e minuut te doen. Onvrede over de trainer en over de gehele gang van zaken bij Ajax. Terwijl op het veld de zoektocht naar een opening, een kans, een doelpoging verder gaat. Met Bergwijn die buitenom gaat bij Plat. Ook dat is een aardige voorzet. Kopbal Brobby. Daar was de eerste opening en de eerste mogelijkheid voor Ajax. Goede versnelling van Steven Bergwijn. Koppel van Brobby. Bessie komt er niet voorbij bij Plat. Knokt zich dan min of meer terug in het duel. Krijgt de bal bij Klaassen. Brobby. Alvarez probeert het maar eens. Maar hier hoeft Stankovic niet op in actie te komen. Bessie. Wat een onorthodoxe passeerbeweging. Maar het lukt hem wel. En nu is Bergwijn weg. Goede sliding. Mbuyamba. Een corner voor Ajax. De eerste van de wedstrijd. En dat biedt misschien dan wat perspectief. Want over de grond is er bijna geen doorkomen aan in de eerste 20 minuten. Berghuis. En daar de kopbal van Alvarez. Gepakt door Stankovic. Inderdaad, dus perspectief uit de spelervatting. Tadic met de voorzet. Bereikt Brobby net niet. Volgende voorzet. Tadic. En Bergwijn. En via het achterhoofd van Twicht verdwijnt die bal uiteindelijk naast. Hij was er dichtbij. Edson Alvarez. Hier de corner waarbij Alvarez de bal kopt. En dat is een knappe redding van Stankovic. Want Timber komt daar ook nog in glijden. Ja, dat is geen hele fijne bal voor Bessie van Roely. Ajax mag gooien. Tadic doet dat snel. Dat is slim, want dan is er even iets minder organisatie bij Volendam. Bergwijn de buitenbaan en bijna Brobby bereikt. Weer is daar Stankovic. Dat is een slimmigheidje van Tadic.
die ook wel begrijpt dat Ajax Volendam eigenlijk zo weinig mogelijk tijd moet geven om alles te organiseren. Brobbie. Berghuis. Dat is een goed balletje. Daar is Brobbie. Daar is toch ook weer Mirani. Berghuis kan het dan nog een keer proberen. En dan heeft Murk in de bal weg. Eindelijk vrijgespeeld, Brobbie. Hij heeft telkens last van die Damon Mirani. Goeie bloktackle van Mirani. Timber. Alvarez gaat het maar weer eens proberen. Dat is toch al de derde doelpoging van Edson Alvarez. Hoekschop Tadic, daar is Alvarez weer. En daar is niet de goal van Ajax. Klaas op de doellijn. Na die kopbal van Alvarez. Alvarez met de kopbal die landt op een schouder. Dan Timber richting de tweede paal. En daar krijgt Klaassen er niet in. En Timber uiteindelijk ook niet. Maar als Klaassen die bal ook maar een heel klein beetje raakt, is het een doelpunt. En zo in de laatste minuut van de eerste helft. Nog maar eens wat onvrede. Bergwijn. Berghuis, Brobbie leek buitenspel te staan. En komt uiteindelijk nog aan de bal. Dan was het dus kennelijk geen buitenspel van Brobbie. Timber. Krijgt hem weer terug van Bergwijn. Bessie. Dat ook te makkelijk liggen, maar er komt wel een kans aan voor Berghuis. Gestuurd door Stankovic, Klaassen tegen Tadic aan. Bessie weg. Daar lijkt weinig aan de hand. Bovendien komt er een grote mogelijkheid uit voor Berghuis. Die wordt tegengehouden door Stankovic. De inzet van Klaassen komt tegen het hoofd van een iets wat wanhopige Tadic. Twicht. Wil een vrije trap, die krijgt hij ook van Higler. En nu ruikt Volendam toch een kansje. Eiting, zijn goede trap. Daar is Mirani en daar is de goal voor Volendam. Het is bijna niet te bevatten. Zeker niet voor Ajax, maar het gebeurt. En het is notabene Damon Mirani. 10 jaar geleden verkozen tot talent van het jaar op de toekomst. Maar een toekomst was er niet echt bij Ajax. En hij kopt deze bal binnen. Het is een geweldige trap van Eiting. Maar bij lange na niet geweldig verdedigd door Ajax. Want er zijn er 2 in de buurt van Mirani. Bessie en Rens. En toch kopt hij hem binnen. Bergwijn en Bessie naar de kant. Bergwijn heel boos. Trapt bijna een gat in die stoel voor hem. Conceição krijgt hem bij Taylor. Via Tadic en Berghuis. Ajax begonnen aan de zoveelste aanvalsopbouw. Kudus werd daar uit balans gebracht. Krijgt uiteindelijk ook de vrije trap. Ik denk op aangeven van de grensrechter. Tadic. En gekopt door Timber. Maar bij de tweede paal lukt het weer niet. Brobbie dook daarop. Ook Klaassen en nog wel 1 of 2 anderen. Lorenzo Luca. Voor Divine Ranch. Nog maar een verdediger eraf en een aanvaller erbij. Kudus. Tadic. Luka niet, Brobbie wel.
maar ruim over. Dit is goed van Luca. Kudus, 1-1. Dan heeft dat inbrengen van die lange Luca toch zin gehad. Want over de grond lukt het Ajax, maar niet of nauwelijks. Hij kan er niet om juichen, Bergwijn. Maar deze bal door de lucht naar Luca blijkt een goede greep van Taylor in dit geval. En een andere invaller, Kudus, ramt hem achter Stankovic. Oh, Alvarez, wat doe je? Loopt met een sisser af voor Alvarez, omdat hij het zelf ook enigszins weet te herstellen. Alvarez. Berghuis. Weg bij Ulcik. Berghuis, dat is een gevaarlijke bal. Mbuyamba. Luca. Buur en Van Michem. En dan is het afgelopen. 1-1 tussen Ajax en Volendam. Schreuder heel snel naar binnen. Want weet wat er gaat komen, namelijk nogmaals de witte zakdoekjes. En de kritiek richting zijn persoon. Complimenten moeten naar Volendam dat de boel dichtbouwde. En zelfs heel dicht bij de hele stoute droom van een overwinning in Amsterdam was. Na die goal van Mirani. Kudus na het verlengen van Luca. Twee invallers aan de kant van Ajax zorgden nog voor de 1-1. Maar uiteindelijk weet Ajax zich vele, vele malen stuk op een heel taai Volendam. En wordt er dus voor de 7e keer op rij niet gewonnen. Een evenaring van de langste reeks eredivisieduels ooit zonder overwinning.